Volg al onze wedstrijden en het laatste nieuws via Roda Raalte TV. Van de eerste tot de allerlaatste minuut. Met spanning en ontlading. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica. Lars de Wierik, assistent-trainer van Roda 1. Vertel eens wat over jezelf. Bij Lars de Wierik, 23 jaar oud. Kom uit Luttenberg. Loop al wat meer jaartjes hier rond eigenlijk bij Roda. Vorig jaar onder 13 gedaan. Tweede jaar. En volgend jaar onder 15. Ga combineren met Roda 1 en ga met TC2 doen. Voel je je niet vereerd om dan nu al bij Roda 1 te zitten? Ja, ik ben natuurlijk nog aardig jong, zeggen ze dan. Maar ja, ik zie het echt als een leuke uitdaging. En ik heb er super veel zin in. Leerzaam, denk ik, vooral. En ik ga het met twee handen aanpakken. Je zegt zelf al, ik kom uit Luttenberg. Maar voel je je niet echt een Roda-man? Lastige vraag natuurlijk, hè. Ik loop hier al wel een tijdje rond, ja. Zelf hier ook gevoetbald, maar ook bij Luttenberg en daar kom ik ook regelmatig nog wel op het sportpark. En je zegt zelf al, ik ben 23. Wat is jouw toekomst? Toekomst qua voetbal? Ik wil zeker door met voetbal en ik wil zeker kijken hoe goed ik me kan ontwikkelen in de komende jaren en vanuit daar eigenlijk een doel stellen. En ik denk voor dit jaar vooral veel ervaring opdoen. Ik kan veel leren van Laurens, denk ik. En zelf er ook toepassen bij mijn groep bij onder de 15. Superleuke combinatie en daar kijk ik echt naar uit. Ja. En zie je later ook nog toekomst in het betaald voetbal? Ik wil het wel proberen zo ver mogelijk te schoppen. Zeker. En gaan kijken eigenlijk hoe ver ik kan komen. Ja, zeker. Nou, dan in ieder geval al een felicitatie waard. Hè? Verder, je gaat niet naar een andere club toe nog, dat je er iets mee gaat doen bij de jeugd? Nee. Onder 15 hier bij Roda Raalte, onder 15-1 training volgend jaar. En assistent Roda 1. Druk zat, denk ik, maar superleuk. Kijk er echt naar uit. Ja. Assistent trainer bij Roda Raalte is dit jaar Luc Bruil. En Luc, vertel eens even iets persoonlijks van je, waar je wegkomt en wat je allemaal gedaan hebt. Ik kom uit Varsseveld. Ik heb daar vanaf mijn 16e heb ik enkele jeugdteams daar getraind. En uiteindelijk kwam ik daar via bij de Graafschap terecht op een vrij jonge leeftijd. Ben ik daar enkele jaren assistent geweest. Ik heb vervolgens de overstap gemaakt naar AZSV uit Aalten, hoofdklasse is dat. Vervolgens heel kort een periode in Amerika verbleven om daar fulltime als trainer aan de slag te gaan. De omstandigheden weer teruggekomen en nu alweer enkele jaren bij de Graafschap in dienst. Ja, ik wilde zelf dan een stap gaan maken naar de senioren. Waarbij ik eerst echt assistent wilde zijn bij een goede eerste klasse, minimaal. Dan hoop ik in Roda Raalte gevonden te hebben. Hoe kom je zo bij Roda terecht? Dat was uiteindelijk via de huidige assistent, tenminste de assistent bij de vorige club van Laurens, die belde mij op. En die gaf aan dat Laurens nog een assistent zocht. Je kent Laurens als Achterhoeker natuurlijk. Zijn verleden bij de clubs als AZSV waar ik dan gezeten heb. Hij heeft RKZVC de afgelopen 7 jaar gezeten, heeft er lang gezeten, heeft altijd goede dingen gedaan. Dus ik wilde heel graag werken onder de trainer die zo ervaren is en zo goed bekend staat in mijn regio. En dan ook nog eens een vreemde regio voor ons beiden. Dus leek me een hele mooie stap. Heeft ook de positie van Andries Ulderink jou nog wat gedaan? Andries Ulderink heeft in dit geval heeft hij mij niet heeft dat weinig geholpen. Ik ken Andries wel van mijn tijd bij AZSV. Is echt een soort leermeester van mij geweest en heeft hij echt mij heel veel geholpen in die 4 jaar dat ik daar gezeten heb. En heeft hij mij eigenlijk heel veel dingen bijgebracht in hoe hij over voetbal denkt, heb ik superveel van hem geleerd. Dus, maar in dit overstap naar Roda heb ik hem niet gesproken. Maar je weet toch wel dat toch Roda voor heel veel trainers ook al een stap omhoog is. Want we hebben Henny Spijkerman hier gehad en Ad Langer en zo kunnen we een paar meer opnoemen. Dus ja, toch is Roda altijd wel een goede naam in de trainerswereld. Ja, en dat was dus ook de reden dat toen inderdaad het contact belde, die mij in contact bracht met Laurens, dat ik dacht, Roda, het is voor mij een uurtje rijden elke dag heen, tenminste enkele reis, een uurtje, dat de keuze eigenlijk heel makkelijk was om het te gaan doen. En toen Laurens ook positief was, heb ik eigenlijk niet lang na overdenken en ben ik hier snel hier met de club heel snel uitgekomen. Je hebt nou de groep van Roda een beetje kunnen zien. Wat vind je ervan? Is het een team dat dit jaar mee kan draaien in de eerste klasse? En hopelijk natuurlijk voor heel veel supporters
dat er misschien ook wel een visje in zit. Ja, ik heb gehoord dat ze van enkele jongens hebben afscheid hebben genomen. Hè, mede wat oudere spelers. Je ziet, wat is een vrij jonge groep. Maar een groep met heel, in ieder geval heel veel potentie. En een groep die zelf ook heel graag wil. En ik denk met alle vernieuwingen die wij doorvoeren. Door onder andere het meten met sensoren. En het, met de wedstrijdanalyse waar we een stapje in gaan zetten. Dat we daar heel veel aan kunnen toevoegen. Om uiteindelijk een, de minimale prestatie van vorig jaar te evenaren. En hopelijk misschien wel wat naar boven te kijken. Maar dat misschien zijn we daar ook wel heel vroeg om daar al uitspraak over te doen. Wat is je indruk van Roda Raalte verder? Tot nu toe is de club, vind ik, fantastisch. Goed ontvangen door alle mensen. De accommodatie ligt er fantastisch bij. We hebben een paar fantastische ruimtes waar we in kunnen praten. En een bespreking kunnen voeren. Ik vind dat we de tribune en dergelijke is allemaal fantastisch verzorgd. We hebben een mooi goed veld om op te trainen. Dus ik heb eigenlijk op dit moment nog geen één klacht die ik tot nu toe zou willen uitspreken. Nou, ik zou zeggen, laten we het zo houden. En daar we aan het einde van het seizoen eens terugkijken op een mooi seizoen. Heel graag. Dan hoop ik inderdaad hier nog lang te kunnen blijven zitten en net zoveel te leren als alle andere trainers die hebben gedaan. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti Computers en Elektronica.